ik voel me een beetje aan bewater dat u in scenario 2 toestuurt. Door alle opties van, nou, 40.000 plukken hier weg, 10.000 daar, dat komt allemaal wel goed. Ik heb het idee, scenario 1 heeft 70.000 euro minder vreemd vermogen, dus minder geld van de ABN AMRO nodig gehad. Heeft dezelfde stal staan, heeft hetzelfde aantal hectares grond, heeft een paar jaar minder hard hoeven werken. Dus die kan er gewoon beter tegenaan in 2015, met minder geld in de bank. Of is dat een hele domme, kortzichtige conclusie? Nee, dat zou staan, dat kan ook. Sorry. Ik heb alleen aan proberen te geven wat het verschil is, zeg maar. Dus je ziet dat de crisis, dat het verschil uiteindelijk in financiering is 7.000 euro. Als dat bedrijf, zeg maar, wil gelijk trekken, dan zal het inderdaad wel moeten investeren in groeien. En er zal nog een aantal andere investeringen gedaan moeten worden. Dus en ik heb aan willen geven dat als je die stap maakt in één keer, nou ja, je moet er eigenlijk vanuit gaan dat je saldo toch wel iets zakt in zo'n groeijaar. Ik heb ook eigenlijk aangegeven dat in het scenario wat we nu doen, dat als de uitgaan van de melkprijs van vandaag, dat je eigenlijk al 20.000 euro lager uitkomt. Dus daarmee heb je die 70.000 eigenlijk gericht. Dan gaan we volgend jaar anders uit doen. Daar ben ik met winst, ja. Dus ik zeg. Wat zeg ik? Dat is koffie die kijken. Dat is koffie die kijken, ja. Maar dat is een beetje waar u in de kop zit. De speelveld heb ik geprobeerd te schetsen, daar heb ik eigenlijk niet alles veel aardig aan willen besteden. En als ondernemer zit je natuurlijk in een situatie van, ja, wat moet ik? Daar moet je nou vaste plaats maken qua groei en kijken waar ik het bedrijf kan optimaliseren. Of moet ik nou dus doorgroeien? Of moet ik nou als dollar doorgroeien? Dus daar zouden we eigenlijk in beeld willen brengen. En proberen cijfermatig te onderbouwen wat daar eigenlijk de gevolgen van zijn. Zoals u aangeeft, ja, bij elk uitgangspunt kun je een vraagteken zetten, maar we hebben geprobeerd de meest zuivere uitgangspunten te nemen en de meest reële. En dan zijn dit eigenlijk de uitkomsten waarbij de keuze voor stabiel blijven en vervolgens groeien, dat zou er iets zijn, maar ik denk niet dat die inhaalslag, in 2015, dat je die 1-3 nog niet zo makkelijk gerealiseerd hebt. In 1, 2, zeg maar binnen jaar 2 ton bijmelken, geef je te doen. Ja, dat hoeft hem niet in 1-2 jaar. Je kan dan toch ook gaan groeien. Dat kan, dat doe je dus. Dat klopt. Ja, dat kan ook. Het is geen veroordeel van scenario, geen groei, zeker niet. Nee, maar ik proef van dat u kiest voor scenario 2, ook zoals gepraat wordt over de schuldmuren van melk. Ja, dat is een getal, dat is voor de bank misschien leuk, maar dat doet, ja, totaal niet de zaak in 2015, want het gaat om de totale schuld die je niet de schuld van melk. Het zegt in die zin wat, dat het een vreemd vermogen, zeg maar, per kilogram melk, geeft wel iets over de balansverhoudingen van het bedrijf, zeg maar, en daarmee ook, zeg maar, over de lasten tegenwoordig van de financieringslasten, dus rente, aflossing, uiteindelijk de financiering toch maar een keer weer terugkomen. Dus dat betekent dat de rente en de financieringslasten per liter melk en daarmee ook de kostprijs per liter melk beïnvloed wordt door de financiering. Dus in die zin heeft het wel impact. Ja, dat is zolang er quotering is. We gaan ervan uit dat er in 2050 geen quotering is. Dat is nu gedragen. Dan kan dus een bedrijf zomaar zeggen van nou, we gaan morgen 2 keer zoveel liter leveren. Dus dat is de schuld per liter melk is opeens gehalveerd. Op papier. Dat klopt. Dus dan is het toch een onzinverhaal om over een schuld per liter melk te gaan praten in 2014. Nee, ik krijg geen antwoord. Nee, dat dacht ik al. Ik wel. Het gaat mij ook niet om de schuld per liter quotum. Het gaat mij de lasten die u heeft, zeg maar, per liter melk die u produceert. En daarvan zijn de financieringslasten zijn een onderdeel. Ja, dat snap ik wel. Maar noem dan niet het getal schuld per liter quotum. Want het gaat over de totale schuld en dat je dus die financieringslasten op kunt brengen. Maar door dit getal zo op tafel te leggen, dan lijkt het alsof scenario 2 gunstiger uitkomt dan scenario 1. Omdat de schuld per kilogram melk is verminderd. Maar de totale schuld is vermeerderd. Klopt. Ik zeg, waar ik ook aangegeven heb, het quotum is, met gemiddelde kostprijs, is het quotum niet volledig terugverdiend. En dat is kijk wat ik aangegeven heb, dat bedrijven met een goede kostprijs, die weten het quotum, de investering in quotum, voor 2015 terug te verdienen. Mooi pakket, maar
pakken mooi eruit. Het is ook boven met werk doen. En dan denk ik, nou, als Radio 1 is dat vergeten. En dan zien we wel weer. Mag ik het zelf verstaan? Nee, maar dat kan. Dat bepaalt u zelf, uw scenario. U bent ondernemer.